vandaag heb ik weer een filmpje voor jullie. Deze keer ga ik de Glossybox openmaken en laten zien wat erin zit. Dit is de november editie. Die kreeg ik opgestuurd. Zoals bij iedere Glossybox zit er het Glossy Magazine. Het Glossy Magazine. Wat ik altijd erg leuk vind om even met een kopje thee door te bladeren. Er staan de nieuwste tips en trends in. Leuke editorials. Gewoon erg leuk om te lezen. De deksel gaat eraf. En wat zit er dan in? Het kaartje met de omschrijving en prijzen van de producten die erin zitten. Ga ik nu nog niet laten zien natuurlijk. Er zit een giftcard voor €15 van Treatwell in. En een kortingsbon van Zalando. Zalando spendt wel, hè. Echt overal kan je kortingbonnen van €10. Maar goed, het werkt, want ik heb ze al heel vaak gebruikt. Dus ik ga hem openmaken. Even met twee handen, want dat lukt anders niet. Altijd spannend, hè, met een cadeautje. Zegel open. En wat zie ik? Ik zie al een paar dingen waar ik heel blij van word. Benefit Mascara Dare Real, een sample. Daar was ik al een tijdje benieuwd naar en ik heb deze mascara nooit uitgetest. Nou kan ik niet zonder mascara, dus komt dat goed uit. Een Skinny Liquid Eyeliner for Precise Definition. Een eyeliner dus, van Ico. Dat merk, ja, ik heb er wel veel van gehoord, maar ik ken het nog niet. Altijd leuk een eyeliner, want die draag ik ook bijna dagelijks. Een hydraterende lipgloss, zo te zien, van het merk Balance Me. In de tint Super Soft Beige. Ook leuk, haarlak. En dit is van Tony & Guy uit de Glamour lijn. Firm Hold Hairspray. Nou gebruik ik ook iedere dag haarlak, dus is dat ook welkom. Wat zit er nog meer in? Een nagelfijl van PBC. PBC? Geen idee. Pink Gel Lock. Met een kortingscode, dus ik neem aan dat het een nagellak webshop is. Met een kortingcode staat erop, dus ik ben benieuwd. Ik ga eens even surfen. Het laatste wat erin zit is van Pure Elements. Een dagcreme en een nachtcreme. De nachtcreme heeft mango butter. Mm-hmm. En de dagcreme heeft tomatenextract. Oh. Dit is de nachtcreme. Ruikt heel lekker. Inderdaad een beetje... Ja, niet helemaal... Mango, maar het ruikt, ja, wel een beetje. Oh, die nachtcreme ruikt heel lekker. Best wel dikke crème, maar dat vind ik nu wel heel lekker. Dit is de dagcreme. Ja, beetje dezelfde geur, ook een beetje citrus ruik ik. Oké, die is een stuk dunner. Lijken me wel fijne crèmes. Leuk, die ga ik uitproberen. En wie weet, als ze bevallen, nog eens een keer een full size kopen. De mascara, de haarlak en de cremmetjes zijn travel sizes. Deze is full size. De veil ook. En ik ga ervan uit dat dit ook een full size is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het een leuke inhoud vind deze keer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.